Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Dan bent u bij deze beëdigd en benoemd als wethouder van de gemeente Woerden. En daarmee is Woerden sinds gisteravond 4 wethouders rijker. Na de verkiezingen van 3 april heeft de gemeenteraad gisteravond unaniem het nieuwe college van burgemeesters en wethouders benoemd. Bestaande uit VVD, Progressief Woerden, D66 en de samenwerking tussen ChristenUnie en SGP. Een overzicht van de wethouders en hun takenpakket. Martin Scheurs krijgt onder meer de portefeuille ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing en personeel en organisatie. Scheurs wordt tevens de eerste loco-burgemeester van Woerden. Wethouder Loes Eijpma de tweede loco-burgemeester en zij krijgt de portefeuille WMO Sociale Zaken en Sport. Wethouder Bob Duindam gaat zich bezighouden met financiën, duurzaamheid en economische zaken. Wethouder Titia Knossen beheert onder meer onderwijs, wijkgericht werken en verkeer, inclusief het A12 Bravo-project.